In de serie kennismaken met nieuwe spelers voor het DVS-TV-journaal is dit keer aan de beurt. Joran Pot. En Joran Pot heeft overal gespeeld en ja, niet nergens. Overal, ja. Nou, ik heb bij VV Heino ben ik begonnen. Toen ben ik naar de jeugdopleiding van Twente gegaan. Ben ik van Twente ben ik naar RBC Roosendaal. RBC Roosendaal naar PEC Zwolle. Van Zwolle ben ik naar Eagles gegaan. En eerste amateurclub weer was Excelsior 31 en nu ben ik hier. En met Excelsior 31 heb je nu twee seizoenen meegemaakt. Waarbij het eerste seizoen wij in Ermelo dachten van nou, zeker na die 2-1 overwinning hier. Waar jij DVS heel veel pijn deed. Dachten wij van nou, Excelsior dat wordt de kampioen. En toen ging het mis. Ja, dat dachten wij zelf ook al een beetje. Al bleek WHC een aardige zware wedstrijd te zijn. Helaas voor ons. Ja, precies. En dus dat is niet gelukt. Het seizoen daarna, Excelsior 31, ook weer niet gelukt. Nee, ja, na een eerste seizoen zelf wat best wel goed ging. Veel punten gehaald. Bovenin meededen hebben we de tweede seizoen zelf eigenlijk een beetje verprutst. En veel punten laten liggen. En waardoor we eigenlijk geen uitzicht meer hadden op eventuele kampioenschap of promotie. Ja, en toen werd je benaderd door de TC van DVS 33. En toen dacht je? Toen dacht ik, ja, dat is een mooie club. Ik wist nog hoe het hier was. Toen dacht ik van, laat ik daar eens gaan praten. Dus uiteindelijke samenwerkingen. En waarom vind je het een mooie club? Vanwege de visie op het voetbal? Vanwege de trainer die er toevallig zit? Nou ja, gewoon de club qua drukte wat het toen was. Die wedstrijd DVS Excelsior. De trainer natuurlijk, die ken ik nog. En de visie wat gespeeld wordt. Ik denk dat het plaatje wel hartstikke goed is hier. En het past ook binnen jouw visie? Ja, ik wil graag voetballen. Ik speel positiespel om een tegenstander de wil op te leggen. En vanuit daaruit tot kans te komen en weer overwinningen. En ik denk dat dat hier heel goed kan. Je hebt nu de ultieme wil en de ultieme ambitie om richting de tweede divisie te gaan. Ja, dat wil ik wel graag, ja. Ik wil prijzen pakken, dus dan is dat een mooie prijs, denk ik. Je hebt nu al bijna 3 weken training erop zitten. De basis begint langzaam maar zeker toch te komen, zeg maar. Hè? Qua conditie en spelmomenten. Ja, ik denk dat je dat ook wel terug hebt gezien afgelopen dinsdag. Dat we aardig goed erop staan op dit moment. Tegen Almere kunnen we heel goed mee. Dus dat zegt wat over onze selectie. We zijn hartstikke sterk. En we kunnen nog mooie stappen maken, denk ik, in de voorbereiding. Wat nog de aantal weken wat nog moet komen. Dus, We herhalen het nog even 1 keer. Joran Pot. Op welke positie speel jij het liefst? Ik speel het liefst op het middenveld. En dan waar de trainer me neerzet is goed. Ja, links of rechts, dat maakt niet uit. Nee, maakt mij niet zoveel uit. Okay. We wensen je hartstikke veel succes dit seizoen, Joran. Oké, bedankt. De volgende in de reeks voor het DVS TV-journaal, kennismaking met... Benjamin Romjan, ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Apeldoorn. In Apeldoorn. En wanneer ben je begonnen met voetballen trouwens? Ik ben op mijn 8e begonnen bij Apeldoorn Boys. En sinds de D1 denk ik ben ik gescout door Vitesse en daar heb ik mijn hele jeugd doorlopen. Tot A1 was dat en heb ik het net niet gehaald. En toen ben ik een jaartje teruggegaan naar AGV. En toen ben ik uiteindelijk gescout voor Babberich. Het ligt achter Arnhem 7a. En daar heb ik mijn laatste 4 jaar doorgelopen. Ja, ja. En Babberich speelde toen op dat moment nog in de hoofdklasse of in de eerste klas? We hebben 2 jaar eerste klas gespeeld. Daarna is een jaartje gedegradeerd. En toen is DVS gekomen. Ondanks het feit dat jij ze er achter elkaar inschoot, toch gedegradeerd? Helaas wel, ja. Helaas wel. Hoeveel heb je er afgelopen seizoen trouwens in liggen? Want ik hield het zo nu en dan bij op Gelders voetbal. Ja, even kijken. We hadden 19 wedstrijden gespeeld. Ja, na de winterstop ging het heel hard. Toen scoorde ik 2 à 3 per wedstrijd. Binnen 19 wedstrijden had ik er 20 had ik erin liggen, ja. En toen raakte ik helaas geblesseerd. En daar ben ik nu nog steeds aan het revalideren. Ja, licht geblesseerd, hè? Hamstringetje? Ja, ik had, bij Babberich had ik een scheur in mijn hamstring. En toen ben ik ook eruit geweest, dus de laatste 5 wedstrijden van de competitie niet gespeeld.
En even kijken, ja, dus dat was jammer, want toen had ik de 20 erin liggen. En één onder mij in de competitie had de 15 toen pas. En in die 5 wedstrijden heeft hij me ingehaald met 21 doelpunten. Dat is een beetje balen, maar ja, het is niet anders. Ja, want het zijn natuurlijk 3 hele belangrijke weken geweest. En er komt nog 1 week aan. Dat is eigenlijk, dan leg je de basis, hè. Maar ondanks dat ben je toch goed opgevangen, denk ik, door de medische staf dan met name, hè? Ja, zeker. Het is hier, weet je, het is hier heel professioneel. De medische staf heeft me deze 3 weken heel erg geholpen met revalideren. En ik verwacht dat ik in augustus weer fit ben, dus dat ik dan kan aansluiten bij de groep. We zijn zo benieuwd wat jouw kwaliteiten zijn. Wat is jouw kwaliteit? Wat vind jij zelf jouw beste kant? Wat mijn sterkste eigenschappen en kwaliteiten zijn, vind ik zelf mijn snelheid. Daar moet ik het heel erg voor hebben. En ik ben vrij technisch en zoals afgelopen seizoen kan ik een balletje in het net schoppen. En je ontwijkt makkelijk overtredingen, want volgens mij ben je heel lichtvoetig, want van de kracht moet je het niet hebben. Nee, klopt. Daar heb je gelijk in, want in mijn hele voetbalcarrière eigenlijk is dit mijn eerste blessure. Dus, en mijn vader die is er bijna elke wedstrijd en die zegt wel eens, Ben, ontwijk je ze en dan spring je op als een bijvoorbeeld de slijding komt of dat soort dingen. Ja, ik weet niet, het reflex denk ik. Hey, trouwens, ben jij de jongste van het gezin? Ik ben precies de middelste. Benjamin, ja. Toen dachten ze van, het is nu klaar. We noemen hem Benjamin en verder komt er niemand meer. Inderdaad, want ik was uit mijn hoofd de 4e was ik, ja. En mijn moeder dacht, nu is het genoeg, Benjamin. Want ze is ook gelovig. En, dus ja, daar heb ik die naam aan te danken, maar toen kwamen er nog 3. Benjamin, ik hoop dat jij het DVS-publiek enorm laat genieten. Want, ja, er doen al verhalen de ronde dat je toch... Ja, je moet Ali Akla aan de rechterkant, die moet je een beetje zien te vervangen. Ja, ik ben mezelf. Ik word niet, graag niet vergeleken, maar natuurlijk, dat hou je toch. Maar ik ga mijn best doen voor DVS. En ik hoop dat ik augustus fit ben en dat ik dan de supporters en iedereen hier wat kan laten zien hoe ik ben. Wij hopen het met z'n allen. Een heel goed seizoen gewenst. Hartstikke bedankt, Piet. Hartstikke bedankt. En de laatste in de rij van 9 nieuwe spelers. En dat is... Tot Villanas. Ik ben 19 jaar. Ik ben keeper en ik kom dit seizoen bij DVS voetballen. Ja, je komt van Feyenoord. Feyenoord onder de 19. Daar stond je gewoon echt ook in de basis onder de lat. Ik stond niet in de basis. Ik had een hele talentvolle jongen voor me. Dus ik heb helaas niet... heel veel in de A1 gespeeld. Hij raakte wel geblesseerd in het begin van het seizoen. Dus ik heb wel mijn wedstrijden kunnen pakken in de A1. Voor de rest heb ik oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en in de A2 veel gespeeld. Dus ik heb mijn wedstrijden wel gepakt. Toch zullen diverse supporters denken, wat een rare move van Feyenoord helemaal naar DVS 33. Hoe kom je aan deze club? Eerst was dat mijn ambitie om gewoon door te gaan met het betaalde voetbal. Alleen... Ja, op een gegeven moment ging ik nadenken en wist ik niet wat ik wilde gaan doen later. En voetbal bood me geen garanties. Dus ik wilde mijn opties een beetje open houden. Dus toen ben ik op hogescholen open dagen gaan volgen. En heb ik uiteindelijk besloten om een stapje terug te doen naar de top van de amateurs. En een studie erbij te gaan volgen, zodat ik mijn opties open hou. En dat is welke studie? Volgens mij een hele interessante. Ja, ik ga naar ALO studeren in Amsterdam. Leuk, ja, leuk. Dat heb ik ook een paar jaar mogen doen. Dat is echt genieten, jongen. Ja, dat lijkt me ook heel veel sport met kinderen bezig zijn. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. En bevalt je hier de trainingen zo met die 4 keepers? Ja, zeker heel erg. Ja, ik ben altijd, bij Feyenoord trainen we ook altijd met 4 keepers. En dat is ideaal om mee te trainen, dat aantal. En je krijgt genoeg persoonlijke aandacht daarbij. En trainingen zijn lekker. Anders dan dat ik gewend ben, dat wel. Maar wel gewoon heel erg professioneel en goed. Ja. Hey, wat is het doel voor jezelf? Langzaam maar zeker erin groeien hier? Of zo gauw mogelijk een basisplaats zien te pakken? Kijk, ik wil natuurlijk zo snel mogelijk gaan spelen. Maar je moet ook realistisch blijven. Weet je wel. Ik heb Daan voor me en Paul, allebei 2 hele goede keepers. En die zijn ook wat ouder, hebben meer ervaring. Daan heeft veel ervaring in betaald voetbal gehad. Dus daar kan ik heel erg veel van leren. En dat zal in de loop van de tijd wel beter gaan. Ja. En uiteindelijk zal ik wel hopelijk de eerste plek te pakken krijgen. Je hebt geduld wat dat betreft. Ik heb geduld, ja. Ik heb de tijd.
Oké, okay, nou goed, daar is dit natuurlijk een hartstikke lekkere club voor. Waar woon je precies? Ik woon in Zeist. Dat is een half uurtje hier vandaan, vlakbij Utrecht is dat. Dat is qua reistijd geen groot probleem? Nee, is goed te doen. Is een half uurtje. Okay. Nou, we wensen je allereerst hartstikke veel succes met je studie. Maar natuurlijk ook met DVS 33. En we hopen dat je hier een hele mooie tijd meemaakt. Tot. Is goed, dankjewel. Zal wel goed komen. Okay, dankjewel.